Hij werd bekend als Karate Bob en woont al tientallen jaren in Amsterdam. Slobodan Mitrić, een man met een verhaal. Want na betrokken te zijn geraakt bij een dodelijke schietpartij, mocht hij hier blijven. Omdat het risico om in Joegoslavië vermoord te worden te groot was. Dat was toen, maar nu, na bijna 40 jaar, dreigt hij alsnog te worden uitgezet. En dat terwijl hij ernstig ziek is en financieel aan de grond zit. Goedemiddag. Je kan het je bijna niet voorstellen, maar op deze krakkemikkige zolder aan de Zeeburgerdijk woont Slobodan Mitrić. Ooit, en ook dat valt bijna niet voor te stellen, was hij geheim agent. En na tientallen jaren in Nederland te hebben gewoond, dreigt hij nu alsnog te worden uitgezet naar Servië. Bent u bang om terug te gaan? Natuurlijk ben ik bang. Ik ben bang om van martelen. Nou, dood, ik ga zo dood binnenkort, ik ben ziek. Maar van martelen, dat ben ik als dood van, ja. Dat martelen heeft alles te maken met een schietpartij in de jaren 70. Slobodan wordt bij een café in de pijp opgewacht door meerdere Joegoslaven die hem willen liquideren. Hij verdedigt zich en schiet er 3 dood. Heeft u spijt? Wat gebeurd is? Spijt als ik niet gedaan had, was ik niet voor mijn uur gezeten hier. Ik geloof niet dat als iemand op u schiet en u kan terugschieten, ik geloof niet dat u zegt, dan schiet me dood. Slobodan wordt tot 13 jaar cel veroordeeld, maar als hij vrijkomt, breken er betere tijden aan. Hij trouwt en, omdat het risico om in Joegoslavië alsnog vermoord te worden te groot is, mag hij hier blijven en hij wordt al snel bekend als Karate Bob. Van die glorie is inmiddels helaas niets meer over. Slobodan is ernstig ziek en kan amper meer lopen. De rechter gaat nu toch weer toetsen of hij terug moet naar Servië en dat oordeel wacht hij samen met zijn kat op de tochtige zolder gelaten af. Ja, en op 10 december bepaalt de rechter of Slobodan Mitrić alsnog zal worden uitgezet naar Servië.